Madike heeft namelijk al weken de welbekende wildroos in bezit. Als ze ervoor kiest om de witte roos in te zetten, kan ze een date van een van de meisjes met de bachelor kapen. Nadat ze meerdere kansen op een één-op-één date aan zich voorbij laat gaan, besluit ze deze week dat Margot, die volgens Fabrizio's ouders sprekend op zijn ex lijkt, niet voor de tweede keer alleen met Fabrizio op stap mag. In de preview van de volgende aflevering vertelt Madike dat ze deze date na lange tijd heeft verdiend. Je zit in een fase waar iedereen een individuele date wil. Margot laat zich in eerste instantie niet kennen en doet alsof ze er niet mee zit dat Fabrizio voor haar neus wordt weggekaapt. Even later blijkt ze toch teleurgesteld. Het is wel een kakgevoel, want ik keek uit naar onze date. Hoe het afloopt en hoe Fabrizio reageert als hij erachter komt dat niet Margot maar Madike zijn date is, is donderdag te zien bij Videoland. Kun je niet wachten? Woensdag zoekt de Nederlandse bachelor Thomas de romantiek op in Mexico. Maar zijn plan loopt niet helemaal gesmeerd.